Goed, tot slot. Jullie zijn als de selectie de afgelopen weken ook onderhanden genomen door Francisco Elson. De basketballer. Die als enige Nederlander uh, ooit de NBA-titel wist te winnen. Wat heeft hij met jullie gedaan? Uh, ja, een dag voor de wedstrijd eigenlijk. Heeft hij uh, na de training met ons gesproken. of in ieder geval zijn verhaal verteld. Uh, ja, wat hij er allemaal heeft voor moeten doen om de top te halen. En heeft dat oprecht geïnspireerd? Ja, en wat was dat, raak ik me eraan aangekomen? Ja, ik denk het wel. Uh, nou ja, hij vertelde dat hij uh, al heel jong. Uh, zijn broer was verloren en zijn broer had eigenlijk de droom om ja, profbasketballer te worden. En uh, ja, daar is hij toen uiteindelijk voor gegaan en daar heeft hij veel dingen voor opzij gezet. En ja, heeft hij heeft ook uitgelegd dat het, uh, dat het soms niet allemaal vanzelf gaat en dat je er uh, zelf ook uh, ja, hard voor moet werken.